spektakel Holland Zingt Hazes ging gisteravond weer los. En Aaron die mocht backstage een kijkje nemen en ging daar ook helemaal uit zijn bol. Ja, iedereen is een beetje verliefd op de muziek van de koning van het levenslied. En daarom is ook de 7e editie van Holland Zingt Hazes een feestje. Ik zeg altijd, Hazes is een stukje wat Nederland heeft, het samenhorigheidsgevoel. Heb je nog zenuwen? Of, Ja, ik merkte net dat mijn stem ineens, toen ik opging, echt dit zo. Dus ik ben maar aan het bubbelen en dat soort dingen. En is het wat iedereen zegt dat het bijzonder is om er te staan met het Hazesgevoel? Nee. Ja, tuurlijk. Ik vond het eerste paar jaar wel heel erg spannend en nu inmiddels niet meer, omdat ik ben zo opgenomen in die Hazesfamilie. Daar word ik gewoon af en toe een drankje gedronken. Ik niet. Daar word ik heel ordinair van, dat is niet goed. Nog ordinair. Nog ordinairder, ja, dat is vreselijk. Na weinig bloed en veel zweet zorgt het hologram van die ouwe voor de tranen. Als jij de laatste schroom bent, dan is je vader weer misschien niet meer. Dan zie je echt mensen huilen. Die zijn echt heel erg ontroerd. Ik zou vertellen dat ik echt met tranen in mijn ogen stond. Oude Hazes heeft jonge Hazes nooit op deze manier gezien. Jij wilde niet met je vader eigenlijk zingen, klopt dat? Ik denk niet dat ik daar de juiste persoon voor ben om met een hologram op te treden. Ik vind het al verdrietig genoeg, zeg maar. Ik denk dat Ray dat heel goed kan, maar ik ben daar niet voor gemaakt, nee. Terwijl de artiesten op het podium hun scheur opentrekken, houdt iedereen over de familieveten tussen Rox en André backstage de lipjes stijf op elkaar. Hoe gaat dat dit jaar? Dat is toch altijd even een vraag? Nou ja, dat moet je aan hun vragen. Er zit toch heel veel spanning dan? Ik hou me daar niet heel erg mee bezig. Je broer loopt hier ook rond. Hoe gaat dat? Ja, jongens, laten we het leuk houden, toch? Nou, misschien is dat ook gewoon goed. Het gaat gewoon prima, weet je. Maar dit soort vragen, ik heb ook nog een concert te doen. Dus laten we het gewoon leuk houden. Oké. Heel veel plezier. Oké, dankjewel. Had dit te maken met echt een vervelende vraag of spanning voor de show? Ik denk een combinatie, maar het was wel een gevoelig onderwerp. Daar kwamen wij achter. Wij dachten echt dat het wat beter ging. Dus wij dachten, dat is toch mooi om te vragen even. Die twee lopen daar namelijk 4 avonden backstage. En ook hoe is de repetities sfeer dan allemaal. Nou ja, dat is dus heel gespannen. En dat is ook een gevoel wat die artiesten allemaal wel weten en hebben. Maar er wordt niet over gepraat. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Er wordt daar gewoon een feestje gevierd. Maar ze zegt wel, het gaat verder gewoon prima. Wat ik heb begrepen is dat ze juist bij die concerten zich heel professioneel kunnen verhouden tot elkaar. Ja. Ook gewoon kunnen samenwerken. On speaking terms, maar als broer en zus is dat natuurlijk wel een heel aparte situatie daar. Nou, Rachel Hazes, de moeder, was er niet, die komt vanavond. Maar de spanning lag er wel rondom het team ook. En anderen hebben ook niet meer gesproken na afloop. Ja, het is gewoon een feestje. Het Hazes is een familiegevoel. En dat ontbreekt daar toch even. Nou ja, dat is niet gek dat je daar vragen over krijgt. Het hologram, dat was wel een heel mooi moment. Met tranen van heel veel mensen. We hebben de beelden ook nog even. Kijk, André staat daar dus met zijn vader te zingen. Dat wordt elk jaar weer beter, die kwaliteit van die hologrammen. Ja, hoe hebben ze het aangepakt nu? Het is op een laserprojectie op een scherm. En hij ziet wel op een schermpje het gezicht van Martijn Fischer is dit overigens. En de stem van zijn vader. Maar hij kan er niet letterlijk omheen lopen en bewegen. Maar ik heb Martijn net gesproken. Ja? Martijn Fischer die zegt, dit is elk jaar kippenvel als hij daar ook mee gaat repeteren. Het is net alsof hij naast zijn vader staat. Zelf zegt hij, ik heb er niet zo'n emotie bij. Maar je ziet wel dat iedereen in de zaal voelt, hier is Hazes. Het geluid waarvoor we komen, zien we ook weer even. En horen we letterlijk. En de ogen? Ja, de ogen. Wij dachten, waren van Roxanne Hazes. Ik heb het net nog aan Martijn gevraagd. Hij zegt, het is heel veel latex, heel veel plakken zitten erop. Maar het zijn mijn eigen ogen. Oké. Nou, knap gedaan. Nog meer Holland Zingt Hazes. Maar dit was RTL Boulevard voor